Gisuma. Passport. Gisuma yan di batas. Yeah, no, ay nitakdan si Nay. Nay, 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 nay. Passport de bubuli passport. Kain ka problema. Yeah, may yay gift. So sarap yung ang lady mo magmi-email. Yeah.
Dames, dames, houdt u rekening, alles wat we nu gaan zeggen gaat live daar die de wereld in. Oké, ik kan het wel. Zal ik nog even plaatsnemen hoor. Op deze tweede kerst ga ik er schuins in. Zo ben ik ook, schuins. En terwijl ik hier zit, heet ik u allen van harte, harte welkom op deze tweede kerstdag. De regen is een hele grote spelbreker geweest. Maar je moet ook rekening houden in Suriname. Is het in de decembermaand altijd regenachtig weer. En het heeft ons de afgelopen dagen dusdanig verrast, dames en heren, kijkers en luisteraars. Dat wij op een gegeven moment besloten hebben van... We moeten een plan B opstellen. En plan D is echt binnen een aantal uren opgesteld. En plan A die is helemaal uitgevoerd. Maar door de regen hebben we weer alles moeten afzeggen. De gasten die we verwachten, we hopen dat de gasten nog bij ons komen. We zullen ze zeker weten van harte welkom heten. Namens directie van People FM, People TV, heet ik u allen waar u ook bent een van harte, harte goedemorgen. De Christmas
een family edition, zoals wij dat hadden laten omroepen op de radio. En u heeft er massaal aan gehoor gegeven. U ziet een kleine sfeer hier op de achtergrond, een heerlijke kerstbrood. Zo dadelijk komt ze hoor. Ja, Sophia. Ik weet dat u wacht op Sophia. Ze komt zo dadelijk. Heerlijke kerstbrood. We hebben reeds enkele gasten. Ik ga gewoon iets verklappen hoor. Dat een verrassing is ook. TS uit Scheveningen is in Paramaribo gearriveerd. Heel geheim, maar dat is prachtig. We hebben heel veel kaarten ontvangen, zoals u zo dadelijk ook zien. De kaarten die hangen, dat zijn allemaal via luchtpost binnengekomen. Dat zijn er heel veel. En de kaarten die in de doos zitten, die zijn via de binnendoor gekomen. En daar ook zullen we gaan kijken wie hun familie, hun vrienden, hun kennissen allemaal bedacht hebben op deze tweede kerstdag van 2021. Het jaar is zo voorbij. Bij u in Nederland op dit moment, ja, ligt er misschien roulade op tafel. Ham, kaas, salami, van alles. Maar je hebt ook mensen die zeggen van, de kerstspirit heb ik niet. Meneer Firi. En die mensen begrijpen we ook. Omdat ze denken aan anderen die niet eens een boterham hebben op tafel. Bij kerst hopen wij en denken wij ook aan onze medemensen. Je hoopt dat die ene die daar woont ook een kerstbrood heeft kunnen nuttigen. Of ook een bakje chocola heeft kunnen drinken met de kinderen. En als jij bewust bent dat jij wel die mogelijkheden hebt en een ander niet, dan heb je het kerstgevoel niet. En dan neem ik je niet kwalijk. Maar dan begrijp ik je best wel. Maar een ieder, terwijl ik dat zeg, dames en heren, komt er een hele grote bak. Oh, met oliebollen, oliebollen. Mogen we een beeld van de oliebollen hebben? Mag niet? Oh, kijk eens aan, oliebollen. Dankjewel, TS, dankjewel. Ook welkom in Suriname. De dames en heren, u ziet er zo dadelijk. De oliebollen zijn gemaakt door de enige echte Miss Annie. Die blakke Uba van Para. En Annie heeft ons verteld, meneer Otis, ik kom zeker weten naar de Christmas Family Edition en ik zal de gasten daar verrassen met heerlijke, authentieke Hollandse oliebollen. En als u dat al een keer gedaan, zo dadelijk krijgt u Annie. Ik wil alvast de directie van People FM heel hartelijk dank zeggen voor de mogelijkheid ons geboden. Wij hadden u heel veel meer willen geven, maar men zegt, wat in het vat zit, verzeurt niet. Sabi, olaf na makandra, wacht op de gasten die komen. Maar ik zal zo dadelijk aan u voorstellen, dames en heren. Heel veel mensen op Facebook Baganaboskopo vragen, Sophia, wie is Sophia? Hoe ziet Sophia eruit? En u hoort Sophia en ik dinsdag en donderdag. En maandag, woensdag en vrijdag is in handen van de heer Faik. Ik zal even kijken als het zover is om plaats te nemen. Sophia, zo. Vandaag ben je geen zo, vandaag ben je Sophia. Kom maar, Sophia. Goedemiddag, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag iedereen. Dag Danny, Merry Dag Christmas. Sophia. Merry Christmas. Christmas iedereen. Maar wat zie ik hier? Oliebollen. Oliebollen, so, schuif, zet je aan die kant. Ik ga ze even wegzetten hoor. Ja. Dat is de hele bak. Alvast nogmaals heel hartelijk dank aan mevrouw Annie van Zo, Para. Zo, goedemiddag. Die krijgen we straks. Hoe gaat het met jou? Heb je eerste kerstdag of heb jij het kerstgevoel niet? Ik heb niet echt het kerstgevoel, mm-hmm. Maar dat heb ik al een paar jaar al hoor. Het is niet iets van nu. Omdat ik er altijd van uitga dat er altijd mensen zijn die het niet hebben. Weet je, en ik begrijp ook de mensen die zeggen, ja, maar ik heb het wel, dus ik heb het gevoel. Dat vind ik ook prima. Dat mag van mij, ik heb daar geen moeite mee. Maar ik heb... Nee, ik heb niet echt het gevoel. Dus hebben dan bij jou thuis geen lichtjes? Oh nee hoor, nee? Al jaren niet. Ja? Nee. Maar in jongere jaren heb je al kerst gevierd met de familie? Ja, heel vroeger wel, vond ik leuk. Ja. Heb je kerstliedjes gezongen toen je jong was? Volgens mij wel. Welk kerstliedje ken je nog uit het oog? Ik ken alleen van, even kijken hoor. Nat King Cole of zo, White Christmas of zo, iets in die richting. Heb je dat meteen geleerd toen je klein was dan? Nee joh, ik weet het niet meer. No. Van toen we klein waren toch? U bent er, u kunt ook met ons appen. U kent ons appnummer en ik zeg tegen u 879-3333, dat is nog steeds onze webadres. Ik denk het wel, ja. Danny. 879, nogmaals,
Dag Henk uit Zevenkamp. Henk, oh ja, maar ik kan niet zo ver lezen. Oké, okay, Henk uit Zevenkamp. Anders mag ik daar zitten. Ik kan niet lezen van je. Dan gaan we even vragen aan de technici als we kunnen wisselen. Oh, dat kan ook. Ja? Ja. Okay. Nee, dat hoeft, ja, jij mag het ook lezen. Ja? Nee, maar prima. Zo spannend dan we samen doen. Oké, oké, oké. We hebben heel veel werk verzet. Je was er de afgelopen dagen. Ja. Je verheugde je op de Amandrabong Boulevard. In feite, dames en heren, moet ik het zeggen. De Amandrabong Boulevard. Ja, en ja, maar de regen is een spelbreker, maar dat mag de pret niet drukken, nogmaals. Ja. En heb je het is een regentijd. Gegeven? Ja, regentijd. Heb je kerstbrood gegeten? Ik ben er niet gek op. Ik ben er niet gek op? Nee. Wat lust je aan tafel als je zo zou kijken? Ik hou van witte chocola. Witte chocola? Ja, witte chocola vind ik het lekkerst. Dat zijn kerstkrantjes, hè? Ja. Trouwens, ik wil ook al de luisteraars, heel hartelijk dankzeggen die de kaarten gestuurd hebben. Hè? Kijk maar. Ja, leuk. Kijk maar. We hebben hier een doos. Nou, komen er meer gasten aan, dat is prachtig. En meneer Wilfreds, u bent ook van harte welkom. Dank u wel. Ja, en we wensen u ook nog een hele fijne tweede kerst. Alsjeblieft, en hetzelfde. We weten van, u komt heel ver, maar dat mag de pret ook niet drukken, hè? Ik kom van ver, hè? Ja, ik kom van ver, ja. Oké. Oké, dank u wel. Even kijken, is Miss Annie in de buurt? Zouden we haar kunnen halen, Sofia? Sofia, wil je haar halen? Ja, wil je mevrouw Annie van Parra halen? Ik ga er even halen. Terwijl... Merry Christmas, Merry Christmas! Wat krijgen wij? Annie? Jij Annie, kom maar. Annie, kom maar. Ik maak plaats voor Annie. Het wordt eventjes Ja, het wordt even heel anders. Dit is Suriname, hoor. Dit is Suriname. Nou, mevrouw Annie. Ja. U bent er. Even kijken, hoor. Wie hebben wij hier? Dat is mevrouw De Wind. Oh, mevrouw De Wind zegt... 26 december, tweede kerst. Van deze tweede kerst, even kijken, een mooi feestje. Geniet van de mooie dingen die er zijn. Dankjewel, mevrouw De Wind. Mevrouw Annie, hoe gaat het met u? Heel goed. Mag ik Danny zeggen? Ja hoor. Oké, heel goed, Danny. Ja. Mevrouw Annie, u komt helemaal vanuit Parra. Ja, ongeveer, wat is het? 55... Kilometer? Ja, 55 kilometer. Dat is een regenachtige dag, hè? Ja hoor, dat is de route die ik zonder meer met ogen dicht... iedereen hoort u via Baganaboskopu. Ja. U reageert ook in de dagelijkse programma's. Ja. En u bent bij ons vandaag. Ja. Wil u nogmaals dank zeggen voor de oliebollen. Ze zien er heerlijk uit. Ik ga er zo meteen in. Ik heb mijn best gedaan. Ik wel. Ja. Mevrouw Annie. Mag ik u eerst namens People Directie heel hartelijk dank zeggen voor het vele werk dat u verricht, maar dat niemand weet. Nee. En dat heel veel mensen vandaag niet kunnen zien. Want dames en heren, de Amandrabong Boulevard is een stukje waar mevrouw Annie gewoon geschopt en geslagen heeft. Zegt die Amandrabong Boulevard moet afkomen. Ja. Die Amandrabong Boulevard is ook af, mevrouw Annie. Ja, gedeeltelijk. Redelijk naar uw zin. Ja. Maar we gaan nog een keertje de kijkers verrassen om vanuit de Amandrabong Boulevard een prachtige uitzending te maken. Ja, ik heb denk ik te veel aan je getrokken. En zoals je altijd zegt, Annie heeft me met die awaranaut geprikt. Waardoor ik geen moment had van stoppen, maar gewoon door moest gaan. Maar het ligt in mijn aard. Als je voor iets gaat, dan moet je echt voor iets gaan. En je moet het niet half maken. Dus bij deze Danny... We gaan door totdat hij klaar is. Totdat hij klaar is. Er moet een brug komen. Jij moet een brug komen. Ja, nee, er moet echt een brug. Oh, luchtbrug zeg je? Ja, om over te steken, inderdaad. Er komt een brug. Maar hoe heb jij je eerste kerst doorgebracht? Een beetje emotioneel. Mm. Want, velen weten het niet. Maar ik woon hier al bijna 16 jaar hier in Suriname. Mijn gezin zit in Nederland. Ja. Drie jongens, één meisje en 10 kleinkinderen. En de familie heb ik hier wel. Je mag ze groeten hoor, ze zien je hoor. Denk het niet, want ze zullen denk ik ook aan de kerstmaaltijd gaan zitten bij. Ja. Of andere familieleden en vrienden. Mm-hmm. Het is een drukke beestje zijn ze, net als hun moeder. Altijd druk. Maar ik eet wel met de zussen, ik heb zussen hier. Dus ik heb gisteren met een zus gegeten en vandaag ga ik bij een vriendin eten die ik al vanaf 1995 heb leren kennen hier in Suriname. Toen woonde ik al hier
En daar ga ik straks mee eten. En vervolgens, als Danny een heerlijke maaltijd heeft, dan wil ik ook wel met je komen eten. Weet je al wat het menu wordt van je vriendin? Jawel, want die heb ik deels zelf klaargemaakt. Oh, en wat is het dan? Gerookte kippenbout. Mm-hmm. En groenten, 3 verschillende soorten hartige groenten. Mm-hmm. Met een eigen koenevloksaus, mm-hmm. die ik zelf maak. Eentje met suiker, eentje zonder suiker. Mm-hmm. Want je houdt rekening met anderen. En een pindasaus erbij. En vervolgens zou ze appelmoes erbij halen. En ik hou zelf van een heerlijke toetje. Dus ze hebben voor mij gehaald chocoladeijs met hazelnoten. Mm. Dus het wordt echt smullen. Het wordt een echte Christmas Family Edition met je vriendin. Ja, ja. Goed, waarom ik het ook leuk vind dat u hier bent. Die kokosnoten, dus bij die kokosnoten. Oh jee, oh jee. Zijn ze weg, die kokosnoten? Nee. Hoe zouden ze zeggen? Ze liggen als een soort, bijna haast mag ik het niet zeggen, maar een soort last op me. Ja. Die kokosnoten moeten echt weg. Of ik moet gaan investeren dat ik een apparaat ga laten komen die mm-hmm. ik zelf kokosolie kan produceren. Mm-hmm. Dus dat is een optie. En aan de andere kant denk ik, waarom heb ik zoveel bomen geplant? Ik denk dat het kwam puur voor creativiteit. Welk kerstliedje ken je? Welk kerstliedje ken ik? Ja, Silent Night, Holy Night. Nou ja, ik kan niet zo goed zingen. Je kan niet zo goed zingen, maar je hebt het wel geleerd toen je klein was. Ja. Er werd altijd kerst gevierd thuis. Oké. Okay. Ja. Annie, het is voorlopig een waar genoeg voor mij dat je hier plaats mag nemen. Je mag zo dadelijk naar je plaats toe gaan. En, het is kerstbrood, we gaan zo meteen kerstbrood nuttigen. Ja. We gaan zo meteen ook kijken als we met jou een lekker glaasje orchade gaan drinken. Oh jawel, lekker. Ja? Want in feite, als we vanuit de Amandrabong Boulevard waren, dan zouden we zo een prachtig verhaal voorschotelen. Maar goed, dat doen we. Dankjewel Annie. Ik ga ervoor en ik groet in ieder. En ik zeg ook een hele fijne kerstdagen voor al degenen, de hele wereld. Geniet ervan. Licht, liefde, licht, op, hoop en... verwachtingen. Dankjewel. Dankjewel, mevrouw Annie. Goed, terwijl Annie plaats maakt, voorzichtig, lukt het? Ja? Goed, vraag ik om Sophia weer plaats te nemen naast mij. We doen het, dames en heren, vanuit een hele andere locatie, omdat ik, zoals ik u verteld heb, de locatie Amandrabong Boulevard, waar er met man en macht gewerkt is. Tot aan gisteren nog is er geschilderd daar door vriend Persaat, heet hij. Persaat uit Leiding, ja. Een vlijtige jongeman, zit op de Milo-school. Persaat, heel hartelijk bedankt voor jouw medewerking. Sophia, dan mag jij ook de sponsors alvast dank zeggen. Oké, directie, staf en personeel van Flex Group of Companies en Dalex Cambio, gevestigd op de hoek van de Jagernat Lachmanstraat en de Surinamestraat, wensen de totale gemeenschap in Suriname, Nederland, de Nederlandse Antillen, de Verenigde Staten van Amerika en waar ook ter wereld gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. Directeur, staf en medewerkers van de NV Meelmaatschappij De Molen wensen de totale samenleving van Suriname in Nederland, de Nederlandse Antillen, de Verenigde Staten van Amerika en waar ook ter wereld vrolijke kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. En vergeet niet, De Molen is al langer dan 50 jaar de enige producent van meel, meelproducten in Suriname en exporteur van meel naar de CARICOM. Directie en medewerkers van NV Indorise, dochtermaatschappij van Guptar Group of Companies, wensen de totale samenleving in Suriname, Nederland en de Nederlandse Antillen en waar ook ter wereld vrolijke kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. Wij voorzien al langer dan 40 jaar Suriname, delen van het Caribisch gebied, Europa en Afrika, van in Suriname geproduceerde, kwalitatief hoogwaardige rijstproducten. Nou, alvast sponsors, zeer hartelijk dank. Ik wil even kijken wie we allemaal hebben. Even kijken. Patrick zegt tegen u, mevrouw Annie. Dag mevrouw Annie, Patrick uit Pennsylvania. Oh, Patrick Mans. Ja, Patrick Mans, ja, uit Pennsylvania. Die zegt, dag mevrouw Annie. Ja. Hey Patrick, how are you doing? Dit is Danny, dit is Sophia. Dit is us, straight from the heart. The weather is bad in Suriname, but no matter you are on. And we wish you Merry Christmas with your family, oké? Okay? Goed, even kijken, wie hebben we dan verder ook die meekijken met ons? Goedemorgen meneer Danny, Merry Christmas to all of you en luisteraars in binnen- en buitenland.
Dankjewel, je mag ook je naam laten zetten. Geef het even door aan je familie. Merry Christmas, Mr. Danny vanuit Groningen, Nederland, namens People FM. Kom eentje dichterbij, Sophia, dat mag jij ook zeker weten. Nee, ik kan niet zo ver lezen, Danny. Je kan niet zo ver lezen. Moet je mijn bril opzetten. Moet je bril opzetten, natuurlijk. Ja, maar is het nog te ver van is mij? Is het nog te ver van jou? Nou, hebben we de volgende? Nee, is te ver. Er staat, dit is een foto. Ja, oké, goed. We schuiven wel met elkaar, je snapt het. Oh ja, ja. Ja? Fijne tweede kerstdag. Ja, kijk, dat begreep je. Maar die ligt van, hè? Kijken. Goed. Ja. Geef het even door aan je vrienden en familie via People TV channel, YouTube. People TV YouTube channel. Daar zijn we er met deze Christmas Family Edition. Maar Danny, hoe is jouw eerste kerstdag geweest gisteren? Nou, ik was ook druk bezig met de werkzaamheden. Ik heb gebeden. Ik zeg van, geef ons de 4 uurtjes dat wij echt buiten konden zijn met de mensen. Vanuit die Amandra Bon. En ik ga u straks vertellen, meer omtrent die Amandra. Dus zet je kinderen erbij. Ik hoop dat de gasten nog komen, want het is echt regenachtig weer. Maar ik heb gisteren nog een leuke dag gehad. Leuke dag gehad. Een beetje relaxed, een beetje rustig. Rustig, na het werkzaam, na de werkzaamheden even nadenken van hoe we het vandaag zouden aanpakken als het gaat regenen. En hier zitten wij, snap je? Okay. Dus je moet niet met een zure gezicht gaan kijken. Het is regenachtig weer, we hadden het kunnen verwachten. Het had ook mooi zonnig weer kunnen zijn, snap je? Ja. Dus, maar we gaan ervoor. Maar er zitten ook waarschijnlijk heel veel plekken onder water, hè? Dat mensen ook water overlast hebben. Inderdaad. Meneer Wilfred, u bent een gast van ons. Heeft u familieleden die u zegt van, hey, ik wil dat ze me graag van dichtbij zien, mag je ook plaats komen nemen naast mij? Dat mag hoor, meneer Wilfred, komt u maar. Komt u maar. Hey, Cheryl, we zijn op People Channel, hè? People TV, YouTube. Gaat even checken, Cheryl. Kijk hoe u gaat zitten, hoor. Mevrouw Kolen, ga ons checken. Goedendag namens People FM. Komt u maar, meneer Wilfred. Gaat u zitten. Gerald Groenveld, Maassenboomdijk. Dank u wel. Zit u, meneer Wilfred? Zit al, jawel. Ja, mag u een fijne kerst toewensen? Namens People FM. En ik zeg van harte dag dat je hier bij ons bent. Hoe gaat het met u? Fijntjes, prima. Het lukt wel. Een vrije dag vandaag? Vrijdag, ja, ik moet later werken. Mm-hmm. Maar er is een beetje ruimte om toch even mee te doen. Oké, dan stel ik op prijs. En bij deze wil ik iedere Surinamer, vrienden, familie, kennissen een vrolijk kerst toe wensen. Gezondheid, wijsheid, kracht. Alle positieve zaken. Alles wat positief is. En ja, rekening houden met elkaar. Zoveel mogelijk proberen de vrede, de liefde te bewaren. Warm te geven aan ieder. Ja. Bij deze groet ik in het bijzonder de familie Huisraad, Roosveld. Ja, en ieder die me kent. En nogmaals, alle positieve dingen toegewenst. Het beste en vooruitlopend een zalig uiteinde. Gelukkig 1922. We zijn allemaal nog in die 19, hè. Hoe was jouw eerste kerstdag? Heb je met je werken of was je lekker vrij? Ik was lekker vrij. Mm-hmm. Lekker vrij. Alleen ergens gaan helpen met, met de pot. Ja. Wat stond op het menu? Bami. Bami. Slierten, zeggen wij. Slierten. Slierten. Ja, met gerookte kip. Ja. Heeft het gesmaakt? Zeer zeker weten wel. Ja? Ja. Dus als we een kok nodig hebben die ons kan voorzien van heerlijke, lekkere slierten, dan kunnen we bij meneer Wilfred terecht. Dan ben ik terecht. Ben ik terecht? Ben ik bereid. Ben u bereid? U komt vanuit Paramaribo, de stad is nogal oké, een half uurtje hier rijden. U bent met de bus gekomen? Ik heb een taxi moeten pakken. De bus rijdt niet op zondag? Het was lang wachten, dus ik kan niet zeggen. Want je dacht je bij die oliebollen zijn voordat andere mensen bij die oliebollen komen, dus laat jij eerst komen. Jawel, ik kijk niet richting de oliebollen, ik kijk richting die kant. Anders, dat zijn de oliebollen. Jouw kennende. Meneer Wilfred, ik dank jou ook voor de vriendschap die we hebben opgebouwd. Ik ben ook al niet lang, maar de vriendschap die we hebben opgebouwd, daar dank ik je alvast voor. Ik hoop dat wij ook in richting 2022 en de komende jaren de vriendschap kunnen behouden. Dames en heren, mag ik u vertellen. Sophia, je zit daar. Ik heb hem leren kennen. En ik heb hem kennis laten maken met hengelen, hè? Trapong. Weet je dat hij in het water gesprongen is voor een gemiste trapong? Met zijn broek en zijn telefoon. Echt waar, hij is gesprongen in het water. Ik zeg, jongens, zo'n beetje trapoen ga ik niet laten, dames en heren. En hij is gesprongen en vanaf toen heb ik hem gewaardeerd. Toen zei ik van, jij weet wat het is om te gaan hengelen. Je weet wat het is om een vis kwijt. Nee, hier bij Staatsolie.
En met zijn telefoon ernaast sprong je het water in. En, Vlekkentrappel. Ja. 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 Ja, hij is echt het water ingesprongen. Ik zeg van, kijk, dat is dapper. En zulke mensen heb ik nodig als ik het bos inga. Om te gaan hengelen of om te gaan jagen. Ik hoop niet meer dat je het water inspringt. Ik hoop dat we binnenkort, als het nieuwjaar, dat we gewoon samen de trappels eruit gaan trekken. En dat ik weet dat je van een koken houdt, dat je lekkere pot trappen voor mij kan klaarmaken. Als het moet, spring ik er weer in. Dankjewel, mijn vriend. Laat niet gaan wat binnengehaald moet worden. Okay, goed. De kelen zullen even gelest worden natuurlijk hier. Hallo, als je er net bij bent, we zijn er. People TV, channel YouTube. Vertel het je vrienden en je familieleden. We zijn er, de Christmas Family Edition. En we gaan zo dadelijk kijken. Oh, dan laat ik me zeker weten ook een bekertje. Mag ik ook een bekertje van u? Dankjewel, TS. Dankjewel, TS. Ik zeg tegen u allen, het is Orsjade. Ik vertel je straks meer erover. Orsjade. Ah, heerlijk is dat. Goed. Sofia, zodra ze meneer Wilfred weer plaats heeft genomen. Pas op hoor. Ja. 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 People TV channel via YouTube kun je ons volgen, de Christmas Family Edition. En Patrick Mans, ik vond het heel tof van je dat je ons hebt laten weten dat je er bent. En kijk Patrick, zie je Patrick? Ja, die licht vallen op het scherm, okay. Is lastig voor mij. Oké, okay, is lastig voor jou? Ja, ik zie je zijn. Ja. Dag mevrouw Annie, ja. Dag Danny en Sofia, de gasten en de luisteraars. Okay. Alsnog een vrolijk kerstfeest toegewenst. En een zalig uiteinde en een gelukkig 2022. Dag mevrouw Annie, dat is van Patrick. Ja, dat is van Patrick, ja, Mans, hè? Ja. Dat zeker weten. Ja. Goed, jullie kunnen niet met ons mee eten, onze oliebollen, onze kerstbrood, als voor onze gasten die komen. En natuurlijk zullen we kijken wie nog meer komt, want het is echt slecht weer, hè? Ja, het is slecht weer. Dus ik denk dat heel veel gebieden onder water liggen, hoor. Het heeft echt behoorlijk gereden. Bij u ook nog? Dat het heel hard... Matig normaal. TS, hoe was het bij u? Heeft het gerekend bij UTS waar u bent? In Noord mag ik niet jokken. Hartstikke rustig. Geen regen? Geen regen. Nou, hadden we maar naar Noord moeten verhuizen, had u ons gezegd. Dan waren we naar Noord verhuisd, hoor. Ja, maar Noord is toch altijd wel onder water. Ja, onder water Noord, altijd. Ja, Paramaribo Noord bedoelt ze, hoor. Ja. Niet in Scheveningen Noord. Zoals de mensen denken, Scheveningen Noord, terwijl het daar sneeuwt. Terwijl, wat heb jij nog dat je wil vertellen aan de luisteraars? Want ik wil graag toch even naar die luchtpostkaarten gaan. Oh, laten we naar die kaarten gaan. Ja, gaan we naar die kaarten gaan. Leuk om die kunnen kaarten we samen te naar doen. De kaarten gaan? Technische kus, we kijken. Ja, kunnen we samen? Kom maar, gaan we samen. Ik heb hier. Gaat u mee met ons? Zeg tegen je familie, Danny en Sofia. Tweede kerstdag, People FM, People TV channel, YouTube. En daar kun je ons zien. En je mag alles tegen ons zeggen, want het is eind van het jaar. Ja? Alles. Alles. Ja, ze mogen toch alles zeggen. Alles. Ja. Even kijken, waar is die andere technische? Dat is Gaitri. Die is druk bezig. Gaitri doet heel veel werk, dames en heren. U ziet het niet. Maar net hoe onze Rishi ook niet ziet. Dat zijn mannen die achter, ja, we moeten improviseren, hè. Wacht even, ik zie een black label daar. Ik zie een black label. Alles wat valt is altijd mooi genomen. Kunnen we lopen naar die kaarten? Zullen we eens kijken? Ga je aan die kant beginnen? Ja, waar wil jij beginnen? Waar wil jij weer beginnen? Ik kan wel naar jou. Oké. Ik ga hier naar een kaart en ik... Oh! En dan ga ik meteen ook wat vertellen. Even kijken. Dit is de plek naar... Friedrichshoofdweg. Dan moet ik naar Frederikshoopweg en er staat mevrouw De Wind en familie. Prettige kerstdagen en een gelukkig 2022. En u heeft het namens de People FM familie. Kijk hier, helemaal vanuit het buitenland voor u, mevrouw De Wind Audi. Ja, hij is hier bij ons People en een keertje mag je hem komen afhalen. Hij komt speciaal vanuit het buitenland. Ik pak meteen de volgende. Kun je voor me lezen? Ja, dat is Nikita Landvreugd, Gerald uit Alabama en familie. 2021-2022, prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Rosita en familie. Nou, daar komen we straks op. Daar komen we straks op, hè. Gerald uit Alabama, je hebt samen een kaart met Nikita Landvreugd uit Suriname. Ja, Gerald Alba, die belt ons toch vaak? Ja, Gerald belt ons. Ja, deze mag jij helemaal hebben. Deze mag jij hebben, alsjeblieft. Even kijken hoor. Dan moet ik even mijn bril afzetten.
Joni van Coroni en familie. Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Namens Rosita en gezin. Ja, dat is dezelfde Rosita, want Rosita is een hele grote fan van People FM. Oh, okay. En van ons. En ja. Zij heeft gezegd, weet je wat, ik stuur dan de kaarten vanuit Nederland. Ja. Ja? Ja. En jullie maken er de People FM van. Maar dan weet je dat de hele familie die een kaart ontvangen heeft, dat Rosita dat allemaal voor ons heeft gedaan. Oh, oké. Okay. Dankjewel, Rosita. Ja, Rosita, de kerstboom. Laten we even naar de kerstboom gaan. Dan kunnen we naar de kerstboom gaan. De camera ons volgen. Ja, voorzichtig met de kabels hoor. Ja. Nou, als ik zo en jij daar. Ja. Je vroeg me wie de kerstboom heeft opgetuigd, hè? Ja. En waarom vroeg je me dat? Omdat vrouwen een kerstboom anders optuigen. Dus ik zei tegen TS, het kan alleen maar een man zijn die deze boom heeft versierd. En dat klopt. En dat klopt, want jij hebt die boom versierd, toch? Dat heb ik gedaan, ja. Nou, cameraman, als je meekijkt, de ballen, dames en heren, er zitten zoveel ballen aan onze kerstboom, dat ik u kan zeggen, daar zit Marta uit Scheveningen, Ifna uit Den Haag, hier zit mevrouw... Arnon, mevrouw Arnon, Rosita en al de kerstballen die u ziet, dames en heren, allemaal van deze lieve trouwe gasten. Zullen we naar twee kaarten gaan? Dat mag jij doen, Sophia. Kijk, hier heb je de microfoon, alsjeblieft. Maar dan moet jij even die kaart. Ja, dan doe ik hem voor je open. Kom, laten we hier. Deze. Nou, pak deze maar. Oh, ho, ho, ho. Ik heb gezien. Wat staat er? Lieve Danny, bedankt voor je bijdrage en inzet bij People FM. Je weet hoe je de luisteraars bezig moet houden. We zijn je dankbaar daarvoor. Oh, even kijken. Prettige dagen. Danny Otis namens Rosita en gezin. Dankjewel. Dus Rosita. Rosita heeft aan iedereen gedacht. Aan iedereen gedacht. Ja. Rosita, je bent een queen. Toen ze me niet gevraagd, die Mosquita Boussi. We zijn een keertje uitgenodigd. Ja, thuis bij haar. Haar mama was er. Trouwens, mama Gisela en tante Marta ook een fijne tweede kerstdag voor jullie. Nou, we kwamen daar. Het was hell of the way zoeken naar een inham die helemaal niet te herkennen is. Maar goed, als je gierig bent. Maar waar was dat? Ergens in het jungle bij Bokstel. Oh, als daar, je die kant op. Er is geen mosquita's. Ja. Als je die muggen zag, zulke grote. En die beten mij en mijn gast, maar die beten mevrouw Rosita niet, haar moeder niet, haar tante. Want zij zijn gewend daar. Ja, daarom noem ik de queen van de mosquita boezie, oh, Rosita. Oké. Daarom ook niet van hengelen, toch, die mosquita. Je bent bang voor mosquita? Nee, ik heb er niks mee. Nou, goed. Nee. Pakken we dan... Even goed kijken, hoor. Moeder Gisla Bosman. Oh! Tante Marta Frank en gezin. Jolanda en gezin en kleinkinderen. Milton, Dorothy, Edmund Slagveer, kinderen en kleinkinderen, Henk en gezin, Dennis, kleinkinderen, Daryl Listek en gezin, Donato Listek en gezin, Xiomara Listek en gezin en Xavier Listek en gezin. Ook van Rosita. No. Rosita denkt aan iedereen, hè? Het is de mama van Rosita zelf, hoor. Dus oh, moeder Gisela? Ja, mama Gisela Bosman is de moeder en dat is tante en de rest zijn zussen en de rest is gewoon familie. En kinderen. Laten we naar de andere lijn gaan. Ja. Naar die andere lucht en pak eens even van wie is... is ook van Rosita en gezin. Ja, ze heeft ze allemaal. Ja. PG. PG is ook een luisteraar van ons. Oh, oké. Dus die kaart is voor PG. Voor PG, ja. PG. U heeft hier ook een kaart namens de People FM-familie, namens die grote Rosita van de Mosquita Boussi. Hier PG, prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toegewenst door de enige echte queen of de Mosquita Boussi. Ja. Ik, weet deze, jij mag aanwijzen. Ik weet het niet hoor. Nee, je mag aanpakken. Ik doe voor je open, alsjeblieft. Deze kaart is voor Assisa en haar familie, ook van Rosita. Rosita, Assisa heeft ook aan je gedacht. Assisa, kijk eens aan, je hebt hier ook een kaart namens Rosita. Ze is niet op Bokstel hoor, ze is in Nederland, maar ze heeft aan jullie allemaal gedacht. Goed, pakken we nog één keer, laten we die kant gaan, want straks ga je horen van ik heb gelezen, doe die open. Lukt het? Deze kaart is voor mij, voor Sophia, ook namens Rosita en gezin. Oh. Dankjewel Rosita dat je aan me gedacht hebt. Rosita, nou dames en heren, dan hebben we...
Ik zeg het u, niet alle kaarten op kunnen hangen omdat we een andere locatie hadden. Hè? We hadden een andere locatie, ja, klopt. Waar we ja, echt ja. alles uitgebreid zouden doen. We hebben de families uitgenodigd en u ziet het, de mensen zijn er nog niet, maar wij zijn er wel. Wij zijn er wel. We hebben zo dadelijk wat fijne muziek voor u, wat stichtelijke muziek. We gaan even wat happen. Ik lust wel een oliebol hoor. Ja. En vergeet niet, we gaan de sponsors even nog bekendmaken. Ja. En daarna gaan we even wat, wat happen. Ja. Meneer Wilfred, u bent er nog bij, toch? Zeer zeker weten nog. Ja, ja man, nog. U zit dichtbij van die oliebollen. Ja, ik had liever die slierten erbij. Die slierten erbij, oké. Okay. Ja. Maar dat komt goed. Dat komt misschien met die Suta Tapjari Pagarajo. Oud opnieuw. Maar daar praten we nog over. Goed, laten we even nog de sponsors gaan bedanken. En dan komen ze dadelijk weer bij de luisteraars, want dan gaan we wat nuttigen, hè. Nou, ik ga hier zitten ook. Kijk eens, kaarten, kaarten, weet niet door. Ja, en binnendoor, allemaal binnendoor kaarten, dames en heren. Kijk, die komen. Nou, mevrouw Arnon, kijk eens, al de kaarten hier. De familie Viviana, de Reeds. En ik heb me laten vertellen dat de Reeds eigenlijk Riet heten. Toch? De familie Riet? Nee, Riet. Ja, maar Riet, R-E-E-D? Nee. Of R-E-A-D? R-I-E-T. Oh, maar Riet. Om het een beetje mooi te laten klinken, modern. Dan zeggen ze Riet. Hebben ze Riet van gemaakt. Oh, oké. Ik dacht dat Riet uit Guyana, dat de familie... Ja, uit Guyana was ik gewoon Riet. Gewoon Riet. Oh, gewoon maar, suikerriet. Ja, maar iemand zou gewoon zeggen suikerriet, hè. Ja, dat vind je niet leuk. Dan hebben ze het veranderd naar R-E-A-D, riet. Oh ja, weet R-E-A-D. Wel? Als het een beetje zo Amerikaans klinkt is. Interessant. Ja, ja. Dag mevrouw Viviana en uw gezin. U en de rest van de familie, blijf People FM volgen, blijf ons steunen. En u weet, alles kunt u tegen ons zeggen. Als we iets verkeerds gedaan hebben, staan we altijd open voor uw kritiek, uw reacties. En dan gaan we zeker weten daaraan werken. Heb je iets Oceane gedronken? Ja, het is gevallen. Mm. Ik heb 3 slokjes genomen. Weet je wat ze in Suriname zeggen als je drinken van? Vooral Oceane? Ja. In het Teragroma. Nee, dus dan heb ik het gedaan. Op die bij deze, hè? Ja. Oké. Okay. Maar ik had het verkeerd neergezet, hoor. Oké, okay, dus het is niet dat het naar Groma bij Loste. Nee, ik had het verkeerd goed, neergezet. Goed, we gaan even kijken. Nou, kom je even dichterbij, Sofia? Ja. Lukt het deze? Even kijken. Wishing all my friends and wishing all my family and friends a special and safe Merry Christmas. May your day be blessed with peace, joy, hope and love. Oké, okay, je krijgt nog een thank andere. Thank you. Krijg nog een andere. Ho, 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 ho. Merry Christmas, alle luisteraars. Henk en gezin uit Zevenkamp. Dankjewel, Henk. Henk, jij ook. Ook voor jullie een fijne voor dag. Jou, hoor. Even naar de volgende. De volgende. Hele fijne feestdagen, een prachtig en een gezond nieuwjaar. Mm-hmm. Goeie, lieve Danny, je moet even naar boven. Die foto moet naar boven, hier. Dit, hè? Deze. Deze? Ja, die moet naar boven, want er zit een tekst eronder. Nee, luister, kijk goed, hier moet je naartoe. En dan doe je het. Oh! Nee, er zit een tekst onder. Er zit een tekst onder? Ja. Oké. Okay. Nou, jij bent handiger dan ik, kom maar. Nee, even kijken. Goedemiddag, lieve Danny en Sofia, en bedankt. Kijk, voor alle inzet. Dit moet naar boven. Die foto. Die foto er zit een tekst eronder. Ja, je kan ook niet alles doen hoor, Danny. Ja. Je kan ook niet alles doen toch, Sofia? Als hij moet groter gemaakt worden volgens mij, dan komt die tekst eruit, of niet? Ja, zie ja, je? Ja, dankjewel. Alsjeblieft, Sofia. Goedemiddag, lieve Danny en Sofia. Bedankt voor jullie inzet. Komt van mevrouw Sanchez. Het beste in 2022, Untambung Blessie. Dankjewel, dankjewel daarvoor, mevrouw Sanchez. Kijken we naar de volgende. Wie we hebben, er zijn heel veel mensen. No, People Channel, komt natuurlijk. People Channel. YouTube, ja. People TV Channel, YouTube. Hallo, kom maar door. Oh, Madeliefje. Goedemiddag, oh, goedemiddag. 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 Merk je Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, het is toch goedemorgen, hè? Ja. Nou, Madelivia. Leuk. Hi, Alwin. Leuk je te zien. Leuk. Ja, neem jullie plaats. Nou, die anderen hebben me in de steek gelaten. Oh, jee. Echt waar? Ja. Ik heb wel een... Ja, ik heb wel een naarbericht ook. Ga maar lekker zitten, ga maar lekker zitten. Ja, ga maar lekker zitten. Ik ben even bezig. Ja, ik kom zo bij. Nee, jij komt naast me straks in hoor. Ja, je mag straks hier kijk, zitten. Alsjeblieft. Ik ben Sofia, hè? Oké. Okay. Alsjeblieft. Ja, nou. Ja, maar ja. Even gereageerd op onze dingen. Goedemiddag. De vaderzus
was met een Riet getrouwd. De nichten en neven heten dus Riet. Geen Riet, hè? Dus R-I-T. Daarom maar, zei ik Riet. Ja, Riet. Ja. Hey, familie Riet, ja. Zo zo lobby, ja? Voor jullie allemaal. Was van Almere, no? Ja, uit Almere. Oh, oké, oké. Merry Christmas aan alle lieve luisteraars. Voor jullie in de studio en aan de familie Helstonen, Sloten en Menso, Playfair, Baha... Bihari. Oh, is dat daar? Is dat Bihari? Bihari. Oh, oh. Ja. Oké, okay, en de familie Bihari. Oh ja. We hebben nog eentje en ik heb het idee dat ik weet van wie het komt. Aha, dat is mijn biggie boy Dylan. Jou. Dag Dylan, Merry Christmas opa Danny. Dag Dylan, ook voor jou, voor oma. En opa, en je best doen hè, als je weer naar school gaat. En zeker weten lief zijn voor mama Robijn, ja? Goed, Madeliefje, ik kom zo bij Madeliefje. Madeliefje. Moet ik plaats maken? Nee, we gaan nogmaals de sponsors bedanken, hè? Oké, mag jij beginnen. Laten we de sponsors bedanken, ja? Ja, ja. Begin ik? Ja. Directie, staf en personeel van Flex Group of Companies en Dialects Cambio, gevestigd op de hoek van de meester Jagunath Lajbanstraat en de Surinamestraat, wensen de totale Surinaamse gemeenschap in Nederland, de Nederlandse Antillen, de Verenigde Staten van Amerika en waar ter wereld gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. Directeur, staf en medewerkers van de NV Mailmaatschappij De Molen wensen de totale samenleving in Suriname, Nederland en de Nederlandse Antillen, de Verenigde Staten van Amerika en waar ook ter wereld vrolijke kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. De Molen is al langer dan 50 jaar de enige producent van meel en meelproducten in Suriname en exporteur van meel naar de CARICOM. Directie en medewerkers van NV Indorise, dochtermaatschappij van Gupta Group of Companies, wensen de totale samenleving in Suriname, Nederland en de Nederlandse Antillen en waar ook ter wereld vrolijke kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. Wij voorzien al langer dan 40 jaar Suriname, delen van het Caribisch gebied, Europa en Afrika van in Suriname geproduceerde kwalitatief hoogwaardige rijstproducten. En daarvan ben ik één van, want ik heb heel veel rijstproducten gegeten en ik ben zo groot geworden. Jij ook, Sofia? Ja, ja, ja? Ik hou wel van rijst. Je houdt van rijst, ja, hè? Ja, ja. Ik hoef en niet ook... elke dag te hebben, hoor. Maar ik hou er wel van. En ook de molen, hè? Ja, de molen is meel. We hebben meer dan 50 jaar bij Suriname brood gegeten, hè? Ja, ja, ja. Puntjes. Ja. Ken je die nog? Ja, ze kwamen aan huis, toch? Mensen kwamen door de straat toen we klein waren met die puntjes en zakjes, toch? Nee, niet die puntjes die ging ik bij kerstenbakkerij. Nee. Ik woonde misschien ergens anders dan jij. Maar wij kochten... Iemand kwam met broodjes op straat. Ja. Net als hoe ze met vis en groenten kwamen. Ja. Dan was er iemand met van die puntjes. Mm-hmm. Zachte puntjes. Het waren niet van nu, wat je nu hebt. Oké. Okay. En dan konden wij dat kopen bij die mensen. En mijn moeder bakte ook wel eens zelf brood. Ja. Mijn moeder deed het ook zelf. Oké, dat is welke oven was dat, een zelfgemaakte oven? Dat weet ik niet meer, Danny. Het is zo lang geleden. Heb je die vaten oven gekend? Weet ik niet. Nee. Je hebt niet gekend, hè? Nou, kijk eens aan. Nee. Ga je veel leren vandaag van People FM onder Amandrabong Boulevard. U kunt ons volgen via YouTube, People TV Channel en dan YouTube. En dan zeker weten, heeft u dan Sofia en mij in beeld en zeker weten enkele van onze gasten. U ziet ze niet, u hoort ze wel. En ik zou zeggen, Madeliefje, je bent welkom. Kom maar plaatsnemen naast mij, dames en heren. En dit zijn de mensen, de gasten, die het altijd leuk met ons maken als we een app lezen. En ik heb heel veel vragen voor jou. Kom maar lekker zitten. Doe maar rustig aan. U kunt ons appen 879-4x3. Nogmaals 879-4x3. Dag Madeliefje. Dag Danny. Hoe gaat het met jou? Goed hoor. Nou, een fijne tweede kerst. Ja, hetzelfde. Je familie in Nederland, die kijken naar ons. Dus je mag ze ook nog groeten, ook nog een fijne kerst wensen. Nou, fijne kerst. Redskin, de kids van mij. Glenn, allemaal. Heel de familie. Ik mis jullie. Leuke dag en een gelukkig 2022. Zou je daar willen zijn? Nu niet. Nu niet, hè? Want ik weet nog, we hadden heel veel contact. Je hebt heel veel geappt. Daddy, ik wil in Suriname zijn. Ik wil met de kerstdagen in Suriname zijn. En hoe gaat het met jou? Goed, ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Hoe is het met de hondjes? Goed, goed. Ik moet eentje helaas vanmiddag afgeven aan mijn broer. Ja?
Dat heb ik tussen half Pitbull, half Straathoorn. Mm-hmm. Maar die heeft verleden bijna één van die anderen doodgebeten. Oh jee, oh jee, oh jee. Dus die andere foto aan die andere die je stuurt, die hou je wel? Ja. Drie hou ik. Drie hou je, ja, ja. Je houdt van honden? Helemaal. Ja. En niet alleen van honden. Ja. Ook van mensen. Ook van mensen. Planten, alles. Mm-hmm. Welk kerstliedje herinner jij nog uit je jeugd? Dat is een moeilijke vraag. Hoe was jullie kerst gisteren, eerste kerstdag? Leuk bij mijn zus. Ja. Het was heel gezellig, tot heel laat. Okay. Dus ik had even moeite om mee om even het feit dat je er bent, stel ik zeer op prijs. Echt waar, ik zie je binnenkomen. Ik dacht, wauw, dat is madeliefje. Jij was ook een keer onze chauffeuse in de bus. Ja, afgelopen week. Ja, afgelopen week, dames en heren. Zij is madeliefje. Zij was onze buschauffeur. Je had een te veel kort rokje aan, dus dat mag niet meer een volgende keer. Ja, het zal gecontroleerd worden. Oké. Okay. En zeker weten hoop ik jou ook in 2022 mee te hebben als de chauffeuse. Maar zonder kort rokje. En wat zullen wij nog gaan doen? Oh, dames en heren. Zij, madeliefje en nog twee anderen, waren de vrouwen die mij zouden ontvoeren naar Saramaka. Oh my God. Ze zouden me vastbinden. Aan een awaraboom. Wel, ik ben blij dat de twee anderen niet gekomen zijn. Want anders hadden jullie me zo kunnen meenemen. En ik zou echt gillen en schreeuwen. Maar dat zou een leuke dag zijn. Want ja, we zouden hengelen. We zouden eten. We zouden leuke verhalen vertellen aan elkaar. Ja. De vriendschap is gekomen door iemand die er helaas niet meer is bij ons. Hè? En dat is volgens mij ook hier. En dat is? Clinny. Zeg het gewoon. Clinton Kersenhout, ja. Ja, een hele lieve, spontane medewerker die ons al een tijdje ontgaan is. En dat is een hele goede vriendschap. En daardoor is onze vriendschap ook ontstaan. Ontstaan, zeker. En ik dank je daarvoor. Zeker weten met Alwin. Dank ik je daarvoor dat je ook mag appen, want hij let op je appjes als je Ik plaag je. Ik plaag je, man. Ik stel het op prijs nogmaals dat je gekomen bent bij ons. Zit nog even een typische Hollandse oliebol, mag je straks happen. En een orchade. En ik vertel straks de mensen in feite waarom we hier zo eigenlijk bij de amandelboom zitten. De amandelboom die eigenlijk ons voorziet van orchade. Hè? En amandel is een heel gezond vrucht. Je hebt de gewone witte amandelen en je hebt de rode amandelen. Die ken je niet, hè? Nee. De rode. Nou, ik zou zeggen, neem plaats weer naast Alwin. En zo dadelijk laat ik je zien wat die rode amandel is. En dan vertel ik een verhaal dat jij morgen aan je kleinkinderen kan gaan vertellen. Oké. Okay. Madeliefje, heel hartelijk dank. Dank je wel. Heb je je grote busrijbewijs? Ja. Ja, maar misschien moet je de bus gaan besturen straks. Ja, okay. Dan halen we uit de garage. Prima. En dan gaan we er vandoor. Helemaal. Ja? Ja. Dankjewel, madeliefje. Okay, laat je nuttige TS, die verwendt ons, dames en heren. Die strooit lekkere poedersuiker. Oom Erik, heeft u al een lekkere oliebol? Straks. Een fijne kerst aan u, oom Erik. Ja? Wat heeft u gisteren gehad? Ja? Nou, ik dacht misschien een nieuwe auto. Volgende kerst. Goed, lukt het? Ja, we moeten het zo doen, dames en heren. Nou, zeg maar nogmaals aan je familie. Alsjeblieft, Alwin, dankjewel dat je gekomen bent. Ja, en ook dankjewel voor de vriendschap. Ja, voor de vriendschap. Laat de vriendschap mogen lang duren. Sophia, neem je weer plaats naast mij. Ja, Danny. Goed. Laat de oliebollen u smaken, dames en heren. En terwijl, Sophia, ik laat jou even 1 minuut met de cameraman. En ik haal de amandelen. Ja, en ik haal de amandelen om het verhaal te vertellen waarom we eigenlijk... Dan kan ik daar gaan lezen. Ja, onder de amandelaboom. En dan mag je ook de appjes lezen. Ja? Ja, dan ga ik dat even nogmaals, doen. People TV Channel, YouTube. Gaat u er naartoe, dames en heren. En... Patrick, die man uit Pennsylvania hoor. Hij moet komen naar Suriname Daryl. Patrick Mans, check hem in. Patrick Mans. Ja, Patrick Mans, maar ik heb nog niet opengemaakt. Ja? Oké, goed. Ik haal de amandelen om het verhaal te vertellen zo dadelijk. Ja, zo dadelijk. Daarom ga ik nu de amandelen halen om het verhaal te vertellen. Sophia, jij bent niet met de kijkers, ja? Ja, ik ga even de apps. Improviseer op deze. Ik ga even de apps lezen. Zondag, ja? Moet ik even dichterbij gaan zitten? Kan je me even helpen? Want ik ben die cursor kwijt. Kijk hem hier. Want hij moet naar boven.
Oké. Even kijken hoor, dan moet ik even. Goedemorgen Danny en Sophia. Een fijne tweede kerstdag. En ik wens ook mijn familie mooi tuksheng. Fijne dagen en gezond en gelukkig 2022 toe. Namens Olivia Mooi Tuksheng en familie uit Delft. Oh, wat leuk. Even kijken hoor. Hi Danny en Sophia. En al de gasten en luisteraars alsnog een vrolijk kerstfeest toegewenst. En een zalig uiteinde en een gelukkig 2022. Oh, dat is een foto van Danny en mij, van Annie, die ik gemaakt heb. Heb ik die gemaakt? Maar wie? Jouw naam staat. Of nee. Even kijken hoor. Nee, dat is Patrick, die staat erboven. Ja. Oh, hij heeft een foto gemaakt en gestuurd van Danny en mij. Ja, ja. Ja, dus ik zit naar jou te kijken. Daarom zit ik naar je te kijken. Kijk, zie je hè? Ja. Leuk, Patrick. Leuk. Even kijken, hoor. Dit is Happy Kwanzaa. Even kijken, hoor. Oh ja. Kaarsje. Leuk. Dankjewel. Even kijken. Danny, een hele fijne tweede kerst voor alle luisteraars. In het bijzonder mee... Oma Seymour, oma Nella, mevrouw Budeke, mevrouw De Wind, Patia, ook de hele People Family Crew. Even, oh, dit kan ik niet. Dit is te klein hoor, voor mij. Als ik kan er gewoon op klikken hoor, om het even te lezen, of niet? Die, als ik dit... Vandaag doe ik een wens, niet alleen voor deze tijd, niet alleen voor de decembermaand. Nee, ik doe hem voor altijd. Ik wens dat alle mensen, groot en zeker ook klein, een fijn leven kunnen leiden. En dat ze gelukkig mogen zijn, dat eenzaamheid wordt aangepakt. Dat we vaker denken aan elkaar en niet alleen maar met de kerst, maar gewoon het hele jaar. Ik wens dat alle mensen, klein maar zeker ook groot, elkaar steeds zullen helpen in tijden van verdriet en nood, of nood. En dat iedereen op aarde, arm of misschien toch rijk, elkaar gaan respecteren, want we zijn allemaal gelijk. Mooie tekst. Mag ik weer naar ze komen? Ja, ja. Maar dan moet je even terug naar dat andere scherm. Ik terug? Nou, ik hoop dat dit allemaal in beeld is, technici. De repen amandelen. Dan ga ik, dames en heren, vrienden en familie hier. We zijn altijd gewend in Suriname een flesje of een glas orchade te drinken. Wij zeggen altijd, corati dringi, om het hart ja, te luchten, vooral als je een beetje boos bent op je partner. Hè. Heb je dat nooit gehoord van je mensen, corati dringi? Ja, dan dronken we een glas water. Een glas orchade. Ja, okay, orchade. Ja. En ik heb hier... Een amandel. Iedereen weet wat een amandel is. Maar tegenwoordig doen we dat niet meer. 'S Morgens zelfs als kind, als je opstaat. Het eerste wat je deed, weet ik van mijn tijd, is op het erf gaan, amandel, hup, en bijten erin. Klaar is Kees, niet wassen. Tegenwoordig kan je dat niet doen. Want misschien als je erin bijt, je weet het. Zo. Maar in deze amandel, als die droog is, zit er een noot in. Ja, u kent dat? Meneer ja. Wilfred, kent u dat? 100%. Ja? Maar die Annie? Ken je dat, Annie? De amandel die een noot in zich heeft, hè? Ja, maar is toch niet de amandel? Nee, dat is niet die.
Dat is toch niet die Amando? Welke Amando? Is dat die Amando die... Ja, Elmond, ja, die zijn oh, die grotere, dit. Ja. Maar hiervan kan je ook orchade maken. Maar dat is niet dit wat hier is. Nee, dat is nog niet, nee. Dus maar hiervan kan je ook. Maar dan moet je goed oor hebben om te voelen welke aan het schudden is. Oh, deze schudt niet? Die schudt niet? Ook niet? Is toch met advocaat ook zo, als je dat koopt, moet je toch ook... Nee, je moet een bepaald gevoel hebben, Sophia. TS heeft dat meegemaakt. In een jonge jaar die droge amandelen. En dan ga je hem schudden, hè? Ga je hem schudden en als het heel goed droog is, dan hoor je het. Een peper, kijk eens aan. Een peper. Oh. Annie, mijn broer. Dan is het net als die noten die ik heb op para. Die moeten ook schudden. Ja. Maar van die amandelen heb je twee soorten. Maar Wilfred, heeft hij die rode al gezien? Ja, rode en die gele. Die gele. Ja. Die witte. Die gele en deze. En het mooie van deze amandel, dames en heren, waarom wij ons hele project onder de Amandelaboom Boulevard noemen, is de enige rode amandelboom in de hele straat. Is er wat gebeurd? Zijn we er nog? En als we er niet zijn, dames en heren, dan miste je het. Want ik zie dat de lichten uitgevallen zijn. Alleen licht. Oh, alleen licht, dus we zijn er nog. Goed. En dit is dan die rode amandel. Jij durft niet erin te bijten? Nee. Ja. Ik bijt nergens meer in. Dat is een beetje zuur, hè? Dames en heren, kijk nu. Kijk, zie je hem? Oh ja, dat ken ik wel. Ja, dat ken ik wel. Rode amandel, ja. Gezond hoor. Dit ken ik wel. Dit is gezonder. De rode amandel is gezonder dan die gele en die witte. Maar hoe komt het dat we het haast niet meer eten? Je ziet het toch? Als ze rijp zijn. Ja, kijk, Madeline, je zegt het. Als ze rijp zijn. Hè. Is het ook een rode? Ook een rode, ja. Oké, maar mag ik deze meenemen? Je mag het meenemen. Dan ga ik het schillen met een mes. Je mag het schillen met een mes. Ja. Maar hierin, ik ken het wel van vroeger. Hierin dan zit de amandel erin. Ja. En straks laat ik je zien hoe het eruit ziet. En wat TS zegt, als hij heel eruit komt, is hij een peper. En als hij op de helft is, dan ga je waarschijnlijk met een naald erin zo prikken. Om toch nog eruit te halen. Oh ja? Mm-hmm. Ja. Okay. Hebben we een mes hier? Is er een mes hier? Onze kok, vraag even een mes. We gaan straks onze kok in beeld brengen. Hij is vandaag ook aanwezig. En dat stel ik op prijs, dames en heren, zoals we u verteld hebben. De Christmas Family Edition, Edition People FM. We hebben de jongeren uit de buurt uitgenodigd. Eén of twee senioren. Maar slechte weer heeft ze waarschijnlijk thuis gehouden. Het is eigenlijk onbelief praten in... Praat jij dan? Ik wil even terug naar de apps, maar dan moeten we even naar een ander scherm. Maar ik vind die amandel ook wel lekker hoor. Ja, dus jij kan gewoon door eten hoor. Het is een Surinaamse vrucht. Ja, het ruikt wel lekker. Het ruikt lekker. Alle Surinaamse vruchten ruiken lekker. Het is gezond, kijk maar. We gaan lekker rapen. Dus als je met mama en papa een keertje naar Suriname komt, dan vraag je ook, mama en papa mogen naar die amandelabong, waar alleen maar de rode amandelen zijn bij People FM. Ja, dat is heel goed voor jou. Zo, we gaan even naar de volgende. Kijk, dit moet ik weer even groter maken. Want ik moet die tekst eronder hebben. Ik heb hem al, kijk hem hier. Ik heb die tekst al. Aha. Hallo Danny en alle aanwezigen daar. En Surinamers wereldwijd. Fijne en gezegende tweede kerst. Met een mooie uitzending nog, komt van Lady M, M&M en zus LL uit Zuid-Holland. Oh, dan moet ik het tegen Danny zeggen even. Ah, dan kan ik er weer op klikken zo toch? Maar dan moet ik terug. Ja, klik hier. Oh ja, oké. Dankjewel. Ja. Even kijken. Fijne kerst en een gelukkig 2022. Was je bij Lady M&M? Ja, die ga ik je straks weer even. Oh, oké, nee. Laat me even dat even tegen ze zeggen. Dan moet ik even terug. Nee, hoeft niet. Oh. Lady M&M en zus LNL. Eén van ze is karateka. Oh, en die heeft me uitgedaagd. Kijk, ik ben Danny. Bij people, je kan komen als je wil. Je mensen hier zitten. Kom. Kom. Meneer Wilfred zit er. Madelivia, Albin, oom Erik. Beta is er. TS, kom. Sophia is er. Dan kom, ik ben karateka. Dan kom maar slaan hier met kerst. Dan gaan we je leren. Dank u.
Oké, dan. Dag Lady M&M en zus. En heel hartelijk bedankt, ja. Blijf jullie luisteren naar People FM. Nou, ik had u verteld over die amandel. Dat is die repen. En dit is dan een... Dat is een droge. Dat is een droge. Ja. Maar los van dit, je kan hem ook stoven, hè? Ja, daar had je het van de week over, hè? Eerst als je hem opgeraapt hebt, een paar dagen, in water zetten. Ja. Ja, laten we uitzetten. En dan kan je hem ook stoven. Is hij heerlijk, is hij heerlijk. Oké. Ja? Nou, ik ga proberen. Ik hoop dat de camera mee kan volgen. Maar dan moet je een hamer hebben, toch? Nee. Oh. We mochten het niet doen. Oh. Maar je mocht de mes... Hé, je mocht niet de mes, maar je moet het gebruiken, toch? Die okapi. Weet je, ze hadden een speciale herdermes, hè? En if je gebruikt, kan je dat niet? Ja, toch, was een scherpe mes. Oom Erik kent het, toch? Maar je mocht... Ja, een herdermes. Maar je mocht daarmee... Het was echt een mes van je ouders in de keuken. Dus als je een pepa wou, dames en heren, jongens en meisjes... Hé, hij is zo. Dan moet je hem open. Hij is zo een pipa, camera ga je me volgen. Jongens en meisjes, ik ga het hier doen, dames en heren. Allemaal, wait, up. Hopen, hij moet een bepaalde klik maken, hè. Yep. Hey. Ja, oh, ik hoorde wel wat. Oh, dan springt hij open. Okay. Helaas, jammer. Is hij geen pipa geworden? Maar dan neem je toch die anisapina? Van je oma of een haarspeld. Ja, toch? Dan trek je het eruit. Dan trek je zo. Tjop. Kijk. En dit is de amandel. Als het heel eruit komt, is het een pepa. Helaas is het niet gelukt. Wat zeg je, oma Alwin? Met een steen kan je het ook. Ja, met een steen krijg je hem heel jaar. Je moet wel ervaring hebben en dan haal je het eruit en dan verzamel je ze. En het is heerlijk en daarmee, als je ook natuurlijk veel hebt, maak je orchade. Oh. En dat is, breng het maar naar voren. Naastong, ja, inderdaad, ja. Ik dacht, je moet de hamer, toch? Als je hem in die naad zet, ja, mevrouw Annie, gaat hij open. Wat is het verschil tussen die pepa daar van jou en het woord pepa wat de mannen gebruiken? Ja. Kijk, als dit heel eruit komt, is het een pepa. En dat is even mooi als een charmante vrouw. Dus dan zeg je, ik moet een pepa, ja. Dus we waren, toch, omheen, ik is een pepa, toch? Dus we waren jong, dan als je dames in kwam, pepa, ja. En soms wil je het niet opeten. Nou, nee, ik ben niet met je eens, want pepa gebruikt van je vruchten. Maar later is het... Omdat dit zo'n mooi amandelvrucht is, en zo heel jood nog opeten als een pepa was. Je wil het niet opeten, je bewaart het. Ik denk, dat moet je maar pepa, dit is een pepa. Maar toch, ja, later eet je hem op. Dus we mogen als een mooie vrouw niet beschadigen. Nee. Maar je moet wel ervaring hebben. Om de amandel heel uit te halen. En als je veel van hebt hiervan, dan kun je echt orchade maken. En dan moet je mengen natuurlijk met bittere amandelen en dergelijke. Maar... Ja. Als ik zeg van je bent een pepa. En heel veel Surinamse... Ja toch, Madeliefje? Heel veel vrouwen weten het van als ik zeg hallo pepa. Ik ben iets, ik ben helemaal één. Je bent gaaf. Ja? Dus dat is de amandel. En ik hoop, we hopen ook u vanuit die Amandrabong Boulevard... een uitzending te presenteren via People FM. Omdat we met man en macht gewerkt hebben en met man en macht hebben we onze best gedaan. En we praten niet meer over december, we praten over waar we naartoe gaan. We gaan met elkaar naartoe naar het einde van 2021. Begin 2022. Het lijkt maar een week. Maar in een week kunnen er zoveel dingen gebeuren die ons verdriet bezorgen. Maar die ons ook blij maken. En ik ga u zeggen, dames en heren. Ik zie Madelief, ik zie Alwin, ik zie Erik. Wie is naast je om Erik? Stanley. Ik zie Stanley. Mevrouw Annie is er. Bitta is er. Al de gasten die er zijn. We hadden meer verwacht. En soms zegt men, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Maar soms, de zielen die aanwezig zijn, zijn warme. Zijn warm, contant. Ik wil mevrouw Bakboord, mevrouw Mavis Bakboord in Utrecht, Nieuwegein, heel hartelijk bedanken. Ik wil mevrouw Hortense Ost bedanken. Dat zijn allemaal People FM-luisteraars. Errol Isaias. Sandra Isaias met je familie. Olivia, als we al je naam moeten opnoemen, denk is ik, veel, Sophia. Het is heel veel. We noemen geen namen op. Patrick... Praga, ja. Rasgebi, ja. Marowijntje, Marowijntje, Assisa, Michiana. Hosje ken ik. Hosje ken ik. Was een jeugdvriend uit een Beekhuizen. Ben ik vroeger bomen leren klimmen. Maar hij is nog groot geworden. Hij is groter dan ik geworden. Oh, okay. Ja. Marta.
Marta. Marta, Dree. Oh, dus u luistert ook naar Maranda Moscovo. Emergo. Hallo, dankjewel. Dree, je wordt hier geroepen hoor. Dree. En Emergo, hè? Emergo. Erwin. Triple M. Coroniaantje. Triple M. Tyson. Nou, alle luisteraars. Maar ik heb al hoeveel keren genoemd. Maar er zijn kaarten met uw namen hier. Astrid uit Noord. Wie nog meer? Ja, ik weet het. Carmen en Vergien uit Capelle, hè? Schiedam. Schiedam. Hoe weet jij dat? Nee, ik sprak net met die meneer. Oh, ik dacht misschien sleep ik hem naar Schiedam. Nee. mama Carrie B. wil ik ook zeggen bedankt. Kanda Blackson. Jullie zijn... Oma Seymour. Mama Nella. Patja, hoe gaat het, Patja? En mevrouw Nisha. Nisha uit Kwata. Blagamaya ook nog. Norma Sheukalam. Je familie voor je gekookt laatst, masala, gezellig. Je hebt nooit een beetje naar ons toegestuurd. Maar we sturen ook voor jou een fijne dag nog. Geniet met je familie daar in Capelle aan de IJssel, weet ik. Als u uw naam niet gehoord heeft, hè, word niet boos. Daarom willen we in feite nooit namen noemen. Hè. Nee. Want had je iemand nog te groeten? Dave en Jerome Hosman. Madelievia, jullie kennen haar als? Mama! Ze zit hier bij ons, hoor. Mama zit hier bij ons. Ze was net in beeld, dus jullie zullen het later wel weer zien. U allen hadden wij, en hadden is niet een mooi woord, vind ik. We hebben het met elkaar samen gedaan. Worldwide. Wie het niet gezien heeft, heeft het niet gezien. Ik vergeet. Cher, hoe gaat het met kleine Assisa van jou? Dag Emily, je mama is met vakantie in Nederland bij jou. Om je te helpen met kleine Assisa. We hebben Ryan nog, we hebben Harold nog. We hebben, hoe heet die meneer uit Latour? Dat was de meneer Edo uit Latour. Die meneer die ons, juffrouw Annie. Die doen we op Oruyari. Ja, op oudjaar, dames en heren. Dan zullen wij trotseren het weer. Er komt waarschijnlijk niet een overkapping. En dan zitten we aan de buitenlocatie, waar er meer kan, waar er meer mensen kunnen zitten. Ja? En dan gaan we daar de donatiebox introduceren aan u. Dat is allemaal om leuke dingen te doen met u. Maar ook voor mensen die wij graag ook wat willen meegeven... Omdat, zoals aan het begin van het programma we gezegd hebben, de een die viert kerst, de ander die viert geen kerst. De een weet waarom. Ik hou van eten. Ik eet live publiek. Ik eet live in publiek. Ik eet live. Alsjeblieft. Dank je. Surinaamse kerstbrood, toch? Ja. Ja, wacht even, TS. Ik eet live, hoor. Ah, oké. Dank je wel. Luister. Wat ik dacht, dat kan ik even met lezen verder. Oh, dan mag je met... Luister nou. Ik ga eten, hoor. Ik kom straks. Surinaamse kerstbrood. Als je er snel bent. Jong, je bent je tong, je vindt je tanden niet. Even kijken. Lieve Danny, wij hebben de afgelopen dagen, weken, maanden en jaar van jouw grappen en niet te vergeten serieuze... uitzetten genoten. Ook mevrouw Sophia, welkom en wij blijven ook van u genieten. Een fijne uitzending nog en zo'n lobby voor jullie allemaal in de studio en niet te vergeten de People FM luisteraars. Wensen van Sherida Wijnaldum en familie, gezegende dag. Dankjewel Sherida. Even wachten hoor. Even kijken. Ik heb een kerstwens voor ieder die hem hoort. Ik zal hem rustig vertellen en heel nauwkeurig, woord voor woord. Laat me dit jaar lachen zonder angst en zonder pijn. En laat de mensen waar ik van hou elke dag opnieuw gelukkig zijn. Hallo, Vergien, wens de hele Surinaamse gemeenschap
maar in het bijzonder de People M familie een gezegende tweede kerstdag toe. Hopelijk was jullie eerste kerst zoals jullie dat gewenst zouden hebben. De vrienden Gracia, Nospang, Foxy en in het bijzonder Patrick en Marlon en mijn lieve familie, fijne dag, liefst van Vergin. Groetjes aan Hedy en Alwin, fijne kerstdagen. Daar staat geen naam bij hoor, maar jullie weten wel wie het dan is, denk ik. Hebben de jongens gehoord? Oh, die naam zal zometeen wel komen, denk ik. Even kijken. Ik wens jullie een kerst vol vrede en een jaar zonder verdriet of tegenslag. Mogen de dagen, weken, maanden gevuld zijn met liefde en een lach. Goedemorgen, oom Danny en Eugenie en al de kids. En Kenneth zeggen vrolijke kerst. Ja, Patrick Mans zegt vergeet Marlon en Vergin niet. We zijn ze niet vergeten hoor, Patrick. Kijk, mag ik erop? Ja, moet ik het terugzetten dan? Nee, ik wil zo blijven. Okay. Nou, ik had je net verteld van een pepa. Kijk ja. Oh, oké. Okay. Kijk. Oh, maar het heeft de vorm van die amandel dus, toch? Ja. Bro, Annie, ziet u dat nou? Nou, is die echt zo mooi? Laat me even ja, die kijken. Pepa. Kijk zo gaaf hij is. Kijk, hoor, zie je? Dus daarom dan zijn jullie voor jullie een pepa. Jullie hem soms niet eten. Je mag niet beschadigd worden. Mag ik ruiken? Dankjewel, Wilfred en Witta. Jij mag ruiken, het is amandel. Oh, oké. Okay. Jullie bennen niet op eten. Volgens mij deden we het met de hamer en die nato. Ja, met de hamer, maar kijk, dan krijg je dit. Met de hamer, dan krijg je dit ja, ook. En dan gaat hij uit. Maar dan, nee, maar dat, soms kwam hij er heel uit. Dat is die pepa. Ja. En jullie hem niet eten, want die pepa noem je nog niet die gaat bewaren, weet je. Dus je vergelijkt die vrouw met dit ding? Nee, de schoonheid. Oh. De schoonheid ervan. Oh, okay. Ja, en omdat het een kunst is. Het is een kunst om hem heel uit die amandel te halen. Dat is het dus. Ja, het is een kunst om hem uit de droge amandel te halen. Dus dan heb je ervoor gewerkt en dan weet een troetelnaamgever. Zeg je, nou is dat een pepa amandel. Dit mag ik ook houden. Huh? Maar ja, ik moet nog gaan. Ja, je mag hem houden. Ja, als je dat naar kan gaat. Nou, we koersen langzaam, dames en heren. Ik zet het hier. Als we naar buiten kijken. Ja, je mag het hier zetten, ook iets zo op. Ja. Als we naar buiten kijken naar eind. En ik dank. Laat me even kijken hoor, waar we bezig met de kijkers hier. Hè? Want ook Patrick zegt, ja, nou we zijn niet vergeten hoor. Ik hoorde je net oproepen, Gracia. Ja, Gracia, ik hoorde je Foxy zeggen. Nospang ook ja, nog iemand bedankt. Had de namen genoemd, Nou kan je even terug bij die andere. Toch? Nee, ik heb zo'n beetje de namen in mijn hoofd. Ik zal je wat vertellen. Van de meeste luisteraars kan ik een anekdote. Het is 30 jaar geleden, meer dan 30 jaar geleden, dat ik mevrouw Olivia Moitok-Jung leerde kennen. Dat was in Amsterdam Zuidoost. Leuke tijd, mevrouw Olivia Moitok-Jung. U zit nu in Delft. En ik zeg je nou een mooi oma en je heet Moitok-Jung. Heel hartelijk bedankt voor die vriendschap, die 30 jaren vriendschap. We zullen elkaar zeker weten in Suriname tegenkomen en elkaar zeker een stevige brasa geven. Ja? Marta Koenders, ik heb je laatst gehoord. Je hebt gereageerd bij de heer Vaik. En ik wil je wat zeggen, Marta Koenders. Ik heb gehoord, je bent blij met de reacties van mevrouw Annie. En je zou meneer Vaik van maandag tot vrijdag weer willen hebben. Ja. Wel, Marta Koenders, voor mij mag je. Voor mij mag je, Marta Koenders. Maar vergeet één ding niet. Ga terug in Augustinus College toen wij zo aan het dansen waren met de show. Ik zal je één ding zeggen, Marta Koenders. Je blijft een hartsvriendin. Op afstand, je blijft een hartsvriendin. Dankjewel. En heel leuk dat je gebeld hebt naar onze collega, de heer Vaik Lalmohamed, toen hij te gast was bij Mart Radio. Moet ik zo overschakelen naar familie De Wind? Moet ik zo overschakelen naar Aziza? Aziza, een mondige vrouw, wist niet dat ik haar buurman was en ik kwam me voorstellen. Heel rustig en verlegen zoals ik ben. Deed de poort open
Ik zeg, dag mevrouw. Wie bent u? Wat komt u hier doen? Want ze is nogal een beetje voorzichtig, hè? In de buurt. Het was een hele moeilijke buurt. Niet een moeilijke buurt, maar er woonden wat mensen van, weet je wel, mensen met naam daar hoe in de straat. Hoe lang is dat geleden ongeveer? Luister eens, geleden, naar, he? Het okay, luister eens okay. naar het verhaal. Luister eens naar het verhaal. In die straat woonden daar mensen, elite mensen woonden daar. Hè? Oh. Dus jij zou daar niet kunnen wonen. Nee, ik blaag je. En toen zei ik, dag mevrouw Assisa, ik ben uw straatgenoot. En ik ben de meneer van Sky, toen was het Sky. Hoe bent u het? En zo, Assisa en ik, we zijn goede vrienden geworden. En we blijven dat ook, mevrouw Assisa. Er zijn families die mij in hun harten hebben opgenomen. Die ik niet vergeet. En Fernie. En je oma uit Rotterdam. En Fernie was, weet je nog, 3 jaartjes jong. En toen bracht hij een koket voor ons. Dat is binnen, hè. Die hebben we binnen, een haan voor ons. Want hij was zo verzot op koket, die hem elke ochtend vanuit Suriname in Rotterdam wekte. Waardoor hij voor ons gebracht heeft met zijn oma een hele mooie haan. Dat zijn verhalen die wij van People FM niet vergeten. En we gaan ze ook beleven met Sophia. En ook met al de andere collega's die komen. En je wil nooit zeggen van, het gaat niet. Ik heb vanochtend een bericht mogen ontvangen dat jij bevangen bent door de gemene, gevaarlijke COVID. De dochters, CCC, ik wens jullie heel veel kracht. Laat mama heel gauw herstellen. En als ze herstelt, dan hoop ik dat we weer met z'n allen zullen lachen. Want lachen is wat we doen als iemand gezond is. Lachen doen we als we plezier hebben. Verdriet komt vanzelf. Maar na een tijd waait verdriet ook weg. Dan krijgen we weer vreugde voor terug. En laten wij onze harten, het lampje, het waakvlammetje dat we hebben in onze harten, voor onze medemens. Zij dit hebben. Dankjewel. Er valt een fax. Haal hem maar van me. Een fax valt uit een palmboom. Die zegt, je tak voor u. En dan mag ik naar boven kopen. Ja, leuk hè. Ik zou nog wel iets willen horen over die bambang. Oh, die vis. Bambang. Nou, dames en heren, er wordt gevraagd naar bambang. Bambang, dat is een vissoort. Ja, zoute vis. Ja. Maar mijn bambang is de Radio Queen Mae. Oké. Maar telkens als ik u op de televisie wou zien, keerde u zich om. Misschien bewust. 2 keren. Ook bij kerstshows. En iemand zegt, kijk, dat is Mae. En toen zei ik, hi boys, lijkt me een lekkere bangbang. Vandaar dat ik u de naam gegeven heb, mijn bangbang. Dat uw gezin, uw familie het accepteert en apprecieert dat ik de dingen tegen u zeg. En u ook dingen tegen me zegt. Mae, u bent de queen of the radio. Alle lobby voor u. Alle kracht voor uw gezondheid. En men heeft mij gezegd, maak kennis met haar. Weet je waarom ik dat niet wil? Er is een bepaalde magie tussen haar en ik. En soms denk ik, als je de persoon ontmoet, dan gaat de magie weg. Ja? Maar de magie tussen u, Mae en ik, en People FM, want ik moet zeggen People FM, zal altijd blijven. En blijf mijn bang bang. En ik blijf u Kandratiki. Ja? Goed. Kandratiki is ook een vis. En u weet, oma, je lacht als je hoort Kandratiki. Het is een lekkere vis, hoor. Maar en... ik snap die vergelijking niet, omdat het zo dun is. U gaat straks op de televisie komen, dan gaat u zeggen, wanneer wil je op de televisie? Nee, bang bang is een lekkere volle vis. En die Kandratiki is een gestroomd lijnende vis. Snap u? Daarom. Ja, daarom, ja. Hij geeft het wat meer jus. Ja, oké. Ik ken het verschil niet, hoor. No. Eet jij vis? Ja, maar ik kan niet het onderscheid maken. Wat welke vis iets is. Ik leer je in de tussentijd dat wij goede vrienden gaan worden en goede collega's. Ik heb het ook al gezegd op de radio, maar nu, dames en heren, zitten wij naast elkaar. Sophia heb ik gekend van een appje. Danny, een mooi nummer. Nooit geweten hadden dat wij collega's zouden worden. Totdat wij samen bij elkaar gebracht zijn door de directie van People. En wij doen samen voor u. We gaan naar Boskoppel. Praat ook dan. Nee, ik luister. Want je hebt gezegd, als je praat, moet ik stil blijven. Ja. Toch? Dus ik praat niet. Nou, dus jij vertelt over het verleden. Hoe je mij hebt leren kennen. Ja, toch? Nou, en ik luister.
Ik vind het mooi hoe je het vertelt. Ja, maar ik heb honger. Vertel je een beetje ik luister graag. Ik heb honger. Vertel je een beetje. Ik zou echt niet weten wat ik zou moeten vertellen. Want jij kan mooi vertellen over het verleden. Toch? Ja? Toen je nog klein was, de dingen die je deed. Ik weet het allemaal niet meer. Goed. Ik ben een heleboel dingen ben ik kwijt, hè. Weet je? Goed. Dus als iemand me dan dingen vertelt, dan denk ik van, oh ja, dat is nog waar ook. Weet je wel? We doen soms, we doen nu bakken naboskoppen samen. We krijgen forse kritiek. Dat is ook goed. Dat motiveert ons. Dat maakt ons sterk. Naar mijn warme collega Sophia lijkt het alsof ik bot ben. Lijkt net... Het is niet zo, hè, Sophia? Nee. Ik heb het vaker aangegeven, hoor. Ik voel me niet aangesproken wanneer Danny zo bezig is, toch? Ik vind dat ik er makkelijk aan het lachen kan krijgen. Ja, mij dat, ik is, niet dat, zomaar is, aan dat is wel waar. Ja. Je moet heel veel doen om mij aan het lachen te krijgen. Ja. Maar als ik tegen Sophia zeg, je hebt gestoofde dodo gegeten met een... Dan is Sophia 10 minuten weg. Want ze kan zich niet voorstellen dat ze een gestoofde dodo van 3 kilo 2 weken lang opeet. Ja? We hebben lol, dames en heren. Ja. Maar uw reacties, u mag blijven reageren. Positief, negatief. We gaan ons uiterste best doen om in 2022 leuke programma te maken. Er zullen steken zijn die u laten vallen. Maar weet je, ik ben altijd wel blij met positieve kritiek, hè? Mm-hmm. Weet je, kijk, als iemand zegt, ja, je praat rommel, dan denk ik, ja, maar je hebt toch een knop op je radio? Dus je hoeft mij niet te zeggen dat het rommel is, je schakelt gewoon om. Begrijp je? Dus mm-hmm. ik ben altijd wel blij met positieve kritiek. Mm-hmm. Dingen die ik kan corrigeren, dingen die ik anders zou kunnen doen. Weet je wel, dat de mensen wat feedback geven. Weet je, of ik praat te snel, of ik praat te langzaam, weet je, of ik moet dingen beter uitspreken. Dus ik vind kritiek, vind ik prima. En dat, ja. En degene die vindt dat hij bepaalde kritiek moet geven, mag dat dus ook doen. Het is aan mij wat ik daarmee doe. We luisteren ernaar. We luisteren ernaar. En we gaan voor verbetering. Ja. Ik ga mijn glas, dames en heren, heeft u al een, waar is TS? Kan TS komen? Ik wil met u een wijntje. Gaan drinken, dames en heren. Ik wil met u gaan proosten. Je mevrouw Annie. Lieve Danny. Komt u maar ook in beeld. Komt u weer naast me zitten. Komt u maar naast me zitten, hoor. Komt u naast me zitten. Komt u. Ja, komt u naast me. Mevrouw Annie wil de hele dag in beeld, dames en heren. Is die mevrouw Annie van Parra? Ja, hoor. Goed. Ja, dat is mevrouw Annie, Heidi. Wacht even. Nee, nee, nee. Ja, over iedereen gesproken. Precies. Maar nu moet jij over hem praten. Ja, oké. Ja. Nou, ik zal hem eerst laten lachen. Hoi, Annie. Mi Adjuma. Ik weet wat die Adjuma is. Het is een pepersoort. Ja, kom maar zitten. Een heerlijke pepersoort. Nou, jij wilt... Ja, over Danny. Wat ga ik over Danny? Danny, de eerste keer hè, dat we elkaar in contact kwamen, toen dacht ik, wat een... Ik mag het woordje niet gebruiken, maar wat is dat een onvriendelijke man. Niet beter weten dat het een man later zou zijn met zoveel humor. Maar eerste, ja. Maar Danny... Je mag het zeggen, ja. Later dacht ik, hey, hoe ga ik deze man eventjes wassen? Want eigenlijk vond ik het niet leuk wat hij gedaan heeft, de telefoon zo neer te leggen in mijn oren. Ik heb je geblokt, ja. En toen dacht ik moet deze man terugpakken. Maar ik kreeg de ruimte niet. Toen ik op een gegeven moment hier kwam en toen zeg ik, wie is die meneer? Ja, dat is Danny. Ik zei, oh, is dat Danny? Oké, die is voor mij. En op een gegeven moment is er een contact ontstaan, hè? Ja. Maar ik zal het woordje niet meer gebruiken. Nee, dat heb ik beloofd. Want Danny is nu een grote jongen geworden. Dankjewel. Danny is Soso Lobby. Dankjewel daarvoor. En Danny is de motivatie. Dankjewel. We hebben geen relatie. Komt dat denken ook mensen, niet. Het gaat niet komen. Is er niet. Wij zijn echte mattie. We kennen elkaars gedragingen. We respecteren elkaar. En nee is nee. En mijn ja is ja. En Annie is van Para en ik van Saramaka. En Saramaka en Para gaan niet met me. Dus we blijven, Mattie. Tididde. Zeker weten. En ik kan alleen zeggen dat Danny inderdaad een heerlijke karakter heeft. Een hele fijne persoonlijkheid. Een hele warme persoon. En gauw tevreden.
TS, we gaan proosten zo met die. Nee, TS, kom, want ik wil ook tegen u wat zeggen. Kom zitten, lieve schat, want je hebt mij verrast. Ja, onkel Para. Die is helemaal mij komen opzoeken, op Para. Mag je dat zeggen, TS, tegen u? Ik heb je ook leren kennen via de radio. Toen hebben we later persoonlijk kennis gemaakt. En ik zeg u stimuleert mij, u inspireert mij. Als ik een fout maak, zegt u, oma Danny, niet omdat ik dat, maar als het een T of een S of ik heb een... Ik vind het niet erg. Ik zou altijd tegen u willen blijven zeggen, blijf me verbeteren. Blijf die technische supervisor voor mij op afstand waar u bent. En één ding moet u niet vergeten. Wanneer u aan me denkt, thee en suiker. Thee en suiker, dames en heren. Ik mag niet klagen. Nee. Ik krijg mijn thee en mijn suiker van mijn TS ook gerekend. En daarvoor wil ik u danken. En ik wil u ook danken voor uw bijdrage wat u doet voor People FM. Want u doet het alleen maar voor mij, maar voor People FM. Zoals ik al de luisteraars, zoals ik al de gasten hier vandaag wil bedanken. Ja? Blijf dat doen voor ons en blijf u mij stimuleren. Ja? En één ding nog. Vraag die pokoe niet meer, I want to make it with you. Want dat denk ik dat je met mij wil maken, maar... Nee. Dat is een aanname van oma D. Maar ik wil ook alle luisteraars wereldwijd van People FM Radio en televisie... wil ik ook een Merry Merry Christmas toewensen. En wat heel belangrijk is, dit doen we allemaal in belang en met alle enthousiasme... voor de Surinamers, waar ook wereldwijd. En dankzij People FM Radio, ik ben een stomvoetoe van People FM Radio, samen met mijn zus RH. Ja? Dus dat wil zeggen, wij de BB-fans ook van People, die gaan ervoor om People zoveel mogelijk te boosten, te promoten, te motiveren en ook te gaan, en luisteraars, dat wil ik heel graag nu ook zeggen, sponsoring, crowdfunding, ja, twinning, name it. Alles is welkom voor People FM Radio en televisie. En ook, even dit erbij, Stichting Amos. Dank u wel en wij gaan ervoor. Dankjewel, ja, TS. Dankjewel. TS, ik weet dat u een hele goede tafeldame bent. Gaat u alvast één wijn open doen. We gaan lekker proosten met onze gasten hier. En ook met de mensen thuis. Resumeren. U heeft ons bekeken. U kijkt ons nog steeds. Wat technische vertraging. Weeromstandigheden. Maar dat mag de pret niet drukken. Jullie zijn het. U maakt het. Ga je dat zetten op dingen? Ga je dat sturen voor de kijkers? Wat hij je wijst daar? Kijk daar. Wat hij je wijst op de telefoon? Oh, je kan niet voor sturen voor de kijkers. Nou, we zijn bezig. Dat was met onze kok. Kom je even achter me staan, Algo? Kom even achter me staan. Kom, je mag even. Kom even achter me staan. Je mag. Moet hij hier zitten? Nee, we gaan achter me staan, maar hij is lang. Hij is lang. Oh, hij is lang, ja. Dan komt hij in beeld. Dan gaat de camera. Dames en heren, hij komt uit Flora. Hier waar ik werk, waar wij gevestigd zijn, Amos, People, heb ik hem leren kennen. Hij is een oude buurtman. Maar ik mag niet klagen, als ik een trapong vang, of als ik een hand nodig heb om mij te helpen, staat meneer Algo Bitta. Niet altijd, ja, want soms is hij met een medicijn bezig tegen COVID. Een bekertje met witte water. Een bekertje. Het is zijn medicijn, maar ik zeg, Bitta, fijne tweede kerst aan jou. Laten we die vriendschap, die mattie die er is tussen jou en mij, en tussen jou en People, laat die mattieschap blijven. En zodra ze weer trapong gaan koken, dames en heren, dat zult u hem zien. Onze kok, leerlingkok en de chefkok, Algo. Ja? We blijven zangetje. Ja? Arikel. Oké. Goed. Terwijl mevrouw Annie ook helpt, ja? Ga je dat ook doen, Sophia? Met de rode wijn. Met de rode wijn. Gaan we even samen met u, dames en heren. Welk liedje? Roos. Ja, dat is een heel mooi lied. Ja. Kleur van de liefde. Ik wil graag een droge. Een droge rode wijn. Ik weet het niet. Ja? Ik weet het niet. Dames en heren, we hebben u gezegd. People, TV channel. YouTube. Nee, die zoon. En we komen. Dave.
Dave Hosman. Ja. Ja, Dave Hosman krijgt ook de groetjes van zijn moeder. Ja, maar ze heeft al gereageerd. Nee, dus Dave, je hebt pech gehad. Mama was in beeld, weer nog zien. Mama, kom, mama, kom, mama, kom. Dave, ben je er? Zeg het, mama, je hebt er gezien. Mama, kom, kom, kom. Je kent dat stukje van Dave. Hoe is Dave? En dan Dave, komt hij maar op de deur. Dave. Dave is not here. Dave is not here. Dave is not here. Dave is not here. It's me, it's Dave. Me, Dave. No, Dave is not here. Gaan we even bij voor cameraman. Mama, Hosman, mama Hedy, kom. En mama heet die nog één? Ik ben te oud om zo weer te... Nee, oh, nee, nee, zit gewoon, zit gewoon, zit gewoon. Neem maar afoeskoinsie. Ja, afoeskoinsie. Ja. Neem maar afoeskoinsie. Nou, kijk, praat maar Dave en hoe die andere weer? Jerome. Jerome? Mama Dave hier. En Jerome. Alsnog een Merry Christmas. Ik hou heel veel van jullie en ik mis jullie ontzettend. Ja? Ik bel jullie als ik thuis ben. Oké, okay. Love you. Wanneer denk jij terug te gaan naar Nederland? Voorlopig koud geheim. Oh, je geheim? Je sleupt niet weg, hè? Want jij bent de wegsleupster, hè, Hedy? Maar Driep, je bent de wegsleupster, hè? Je sleupt niet zomaar weg, hè? Nou, ja. Dave en Jerome, ze zit hier. Ze gaat met ons samen proosten. Ja. Op een fijne kerst, op een zalig uiteinde. Mevrouw Annie. Niet te veel voor mij, mevrouw Annie. Oh, drink je? Nee, dan drink ik maar. Slokkie dan. Ik drink niet zo. Slokkie, slokkie maar, ga ik met jullie proosten. Je weet, ik drink geen alcohol. Kom, slokkie maar. Niet? Nee, ik drink geen alcohol. Nee, ze zei cream ginger. Oké, oh, zie je dat? Zie je iemand die het weet? Ja, genoeg is genoeg. Iemand die het weet, ja? Ja, nou, ja. Annie, iets minder als Danny hoor, alsjeblieft. Nou, ik kan nu ook iets minder dan van Danny. Oom Erik, ja. Oom Erik zit daar in de hoek. Oom Erik, je brengt alleen die bloemen niet meer. Oké, okay, die ruikertjes die je brengt. Blijf dat doen in 2022 hoor. Goed maar geen wijn. Ja, gaan we proosten? Even, cameraman gaat ons allemaal. Ja. Ik ben blij met jullie aanwezigheid. We hadden heel meer mensen verwacht. Maar men zegt, wat er is daarmee doen. Het. Alle familieleden, we gaan daar kijken in die camera. Alle vrienden, ik heb te veel namen om op te noemen. Jullie zijn de bom voor People FM. Jullie zijn de kei voor People FM. Geef ons die power. Dat zorgt voor dat we in 2022 groter worden. En dat we waarschijnlijk... Die amandelenboom boulevard, vergeet het niet, met deze coratie drinken, die amandelen, ja. Maar voordat, dames en heren, voor even dank aan de directie van People FM. De directie van People FM heeft ons uitermate ondersteund. Want de Christmas Family Edition zou echt buiten zijn en daar zullen we nu allemaal naast zijn. Dankjewel, directie van People FM. Dankjewel de sponsors die het mogelijk gemaakt hebben. Dankjewel jullie die een donatie gestort hebben. Blijf dat doen. En we gaan zeker weten mooie dingen voor jullie doen. En voor de mensen die het nodig hebben. En ik zou zeggen, Alwin, ik ben blij je te zien. Bidda, ik ben blij je te zien. Madelivia, oom Erik, Annie van Para, Wilfred, dankjewel. En Sophia? Ja. Is dat een kwee-kwee? Sophia, is dat een kwee-kwee? Ik wil zo. Merry Christmas, everybody over there. En een Happy New Year. Yes. Merry Christmas and a Happy New Year! So shall we be! So shall we be! For the 2020! From People FM, Amos Flora! Vrede, vrede, vrede! Vrede! Liefde! Dank je wel! Slokkie! Anomi? Nam Godrungu! Ja, de kijkers, ik drink inderdaad geen alcohol. Je hebt het onthouden, Hedy? Je hebt het onthouden hoor! Alles! Ja. Naar cream ginger. Cream ginger. Ja, cream ginger. Ja. Cream ginger is een... Klaar gemaakt, ja. Ik drink geen alcohol, dames en heren. En je weet heel goed, cream ginger is mijn zoon. Dat gaan we doen, zeker weten. Cream ginger. Geef niet, ik doe het wel. Cream ginger is er dan. Het is er niet meer. Melanie, heel hartelijk dank. Marceline, je zus Helen ook nog bedankt. Ik bedank gewoon zo. Heb ik de Vivianas al bedankt? Heb ik een Vivian Arnon bedankt? Heb ik Sherida Wijnaldum bedankt?
heb ik, ik doe het persoonlijk, zijn de mensen die echt People FM Landvreugd heeft hebben gezien, Nikita hebben we gezien, Patrick Mans in Pennsylvania, mevrouw Bakbord, jullie allemaal, te veel om op te noemen, jullie allemaal. Het was fantastisch. Ik hou van snoepen. Ik ga lekker snoepen. We maken er een mooie dag van. En we zeggen tegen u, zaterdag 31 december. Ja. Heb je al afspraken? Nee. Je hebt geen afspraken? Nee. Zou je met mij een afspraak willen maken? Ja. Ben je goed? En alles goed gaat? Ja. Zaterdag? Ja. 31 december? Ja. Van 6 tot 8? Ja. En dan gaan we de mogelijkheid hebben van locatie 1, 2 of 3. Ja. En 3 zeggen we nog niet. Nee. 1 ook nog niet, maar we gaan ervoor, oudjaar. Ja. Dan hebben wij wel de Sutu Atapjari Pagara. Ben je erbij? Ja. Zeker weten? Ja. Dankjewel, Sofia. Ja, dankjewel, Benny. Voor straks wel thuis. Ja. En een fijne dag verder. En een fijne dag. Avond verder voor de mensen in Nederland. Oh, Vergin. Hallo, Vergin. Wens de hele Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder People FM familie, een gezegend tweede kerst toe. Hopelijk was jullie eerste kerst zoals dat gewenst zou hebben. De vrienden Gracia, Nospang, Foxy, in het bijzonder Patrick en Malon en mijn lieve familie. Hey Vergin, ook voor jou fijne dag. Dylan, allemaal waar jullie ook zijn. Sosso Lobby. Sofia, ja. We gaan groeten. Ja. Wat zeg je, Omeri? Nogmaals. Misabi. Golden oldies, golden oldies. Oldies, wat kost je? Dankjewel, Omeri. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel iedereen. Dankjewel iedereen. Dankjewel iedereen. Merry Christmas. Ja. Dag allemaal. Doei. Ja, oh. Mag ik de sponsors nogmaals bedanken? Ze zeker weten. Dankjewel, mevrouw Annie. Jij leuk, jongen, ga weer naar para hoor. Ga weer naar para. Zal ik de eerste nemen? Ja, niet maar de eerste hoor. Directie, staf en personeel van Flex Group of Companies en Dalex Cambio, gevestigd op de hoek van de Meester Jagarnath Lachmanstraat en de Surinamestraat, wensen de totale samenleving in Suriname, Nederland, de Nederlandse Antillen, de Verenigde Staten van Amerika en waar ook ter wereld, gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. De tweede moet jij... Juna Fredde, Theo Jansen naam Bredde, Bika Ablong en Mekki, Funa Maatschappij Didekari, Mil Maatschappij De Molen, Awande Draai Sotaki, Abredde en Jango Sontu, Sobong Deilanti, Ze rokomang, nang rokomang voor NV Meelmaatschappij De Molen. En wie zie na Erisa nang libi makandra. En dem dapa da kondre, noso korso, noso amerikan. Pef groen tapo, wan schwit bedaki. Nang wan esi kouru safu, boom miti tudensi, tutenti tunatu. Jere no? Na bedrijf dis De Molen. Apsa 25 jari tak de mani se sorgo taki blong. Je roti, je bara, je brede, dat je nyang in afrede. We zijn gona erkarikom. De Molen, heel hartelijk dank. Directie en medewerkers van NV Indorise, dochtermaatschappij van Guptar Group of Companies, wensen de totale samenleving in Suriname, Nederland en de Nederlandse Antillen en waar ook ter wereld vrolijke kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. Wij voorzien al langer dan 40 jaar Suriname, delen van het Caribisch gebied, Europa en Afrika, van in Suriname geproduceerde kwalitatief hoogwaardige rijstproducten. Nou. Dankjewel sponsoren. Dankjewel sponsoren en we hopen ook met die Sutu Atapjari Pagara 31 december ook op u. Nieuwe sponsoren, u weet ons te vinden, Amos Armojastraat 2, daar zitten wij, loop even langs en dan kunnen wij zeker ook zaken doen in 2022. Mijn naam is Danny Oltes. Mijn sidekick, Sofia. Bossies en Brazas. Tot de volgende keer. Ik wil ook nog onze ITC-man Rishi bedanken. Rishi. Gaitri bedanken. Gaitri, en Persian heet die jongen, hè? Ja, Persian. Persian heeft ook geholpen. We willen hen ook heel hartelijk. Nogmaals, directie People FM. Dankjewel, Sosso Lobby. Dag allemaal. Doei. Dag. Muziek?